even after elections, it will be hard to make a coalition. Well, yes, in the Netherlands, this might be a particularly difficult phase after the elections. Dan proberen we daar een beetje nieuws op te maken, dat die twee partijen zo dicht bij elkaar. Kom maar, loop eens mee. Waarom moet je dat? Okay. Waarom pak je daar niet op? Nee, Jan. Het is geen tijd. En Jan moet op. Kunt u dat iets harder zeggen? Ja, dat is zo makkelijk. En ik wens u sterkte. Dank u wel. Voordat we allemaal ook gaan voelen in ons persoonlijk leven dat het beter gaat met ons land. Dat de middenklasse weer wat meer te besteden krijgt. Daar gaan deze verkiezingen over. Ja, omdat we de komende jaren al heel veel geld voorzien hebben voor het openbaar vervoer. Dus dan gaat ieder jaar zo'n 6 tot 8 miljard per jaar steken we in wegen. Dus je hebt hem op timer gezet. Wat ontzettend. Ja, joh. Met hem in de politiek. Zullen we het opnemen anders op? Nee, ik schrijf en hij filmt. Ja, helemaal goed. Waarom ben ik in de politiek gegaan? Omdat als ik dat niet had gedaan, ik waarschijnlijk boze brief aan de krant was gaan sturen. Ja, bioloog. Nog niet. Wat ga je worden? Bioloog. Bioloog. Daar ben je helemaal uit op. Ah, oké, Casey, dit is Mark Rutte. En uw zoon vraagt om iets langer te mogen blijven. Hij is hier in goede handen. We maken even wat fotootjes en ze hebben hier eindeloos staan wachten. Ik geef je weer terug aan je zoon. Ontzettend lief. Mag ik met je op de foto? Absoluut. Jackie, vind ik dat leuk dat je zo lang op me wacht. Want je staat in de kou, maar iedereen gaat vorderingen volgens mij.